of dat probleempje kunnen oplossen met grote inhoud. We hebben hier dus een stukje grote inhoud en we kunnen hier dus als we scrollen, dan wordt dat eigenlijk ook een probleem omdat wij veel in onze pagina hebben. Dus als we dit sluiten en we openen deze ook, dan hebben we natuurlijk ook dat probleem dat het allemaal wegscrollt. En dat is natuurlijk bij een modaal niet wat je wenst. Dat gaan we dan neerzetten door te kijken naar die position. Die is absolute. En dat betekent dat die tegen de bovenkant van de viewport zit. Maar wel of van de body zit eigenlijk. En als die body omhoog stroomt, gaat die naar boven. Als we nou position fixed kiezen, dan hebben we... Dus position absolute is ten opzichte van je body, van je document. En als we dan de position fixed kiezen, die heeft dan in feite dezelfde eigenschappen. Je kan ook in een waarde top en left zo krijgen. Dan is die ten opzichte van de viewport. Dus als ik dit bekijk, dan kan ik hier nu wel naar wel scrollen. En dan zie ik dat het dus geen enkel knelpunt geeft. Blijf nog met een knelpunt als we met een grote inhoud zitten. Dan kunnen we ook wel gaan scrollen, maar dan komt een deel van de inhoud zo op deze manier niet in beeld. Wat we dan gaan doen is dat we deze container wat kleiner maken. We maken hem af en we geven hem dan ook weer een overflow auto. Zodat als er te veel inhoud is, dat hij dan een scrollbalkje gaat geven. We gaan daarvoor naar de modaal container. We geven een beperkte hoogte, bijvoorbeeld of een max height. Dus het kan ook wat minder de hoogte zijn natuurlijk als er minder inhoud is. Maar als er meer inhoud is, de maximale hoogte is dan bijvoorbeeld 80 VH. Nou, vervolgens wordt hij natuurlijk netjes gecentreerd door Align Items. Wordt hij door het grid netjes gecentreerd in de container. En we kunnen hier dan zeggen overflow en dan auto. We zien nu dat hij al netjes ingekrompen is en dat we hier met onze padding zo bij al onze inhoud kunnen komen. Hebben we wat minder inhoud of een klein beetje anders gescrolld, dan zit hij daar gewoon netjes in en hebben we geen scrollbalk. Op deze manier is het netjes geregeld voor onze modaal venster. De volgende stap is natuurlijk om hem ook eventueel te sluiten met een sluitknop. Hij kan nu sluiten, maar het is de gebruiker niet altijd duidelijk dat dat mogelijk is. En dus maken we het ook hier op deze plaats even een sluitknopje.